Nee. Kijk ze naar me. De aarde is van ons, we hebben er maar één. Maar als we zo doorgaan, dan hebben we er geen. Wow. Schrik me rot. Sorry. Pas op! Maar ik hou van je. Jij houdt van mij, dat voel ik. Ik wil je niet beledigen, maar je bent altijd wel een beetje stil tijdens onze gesprekken. Of is je dat niet opgevallen? Nou opa, het jaar begint in ieder geval weer goed. Later ouwe. Je hoeft niet elke dag om te fietsen en ik hoef echt niet elke dag opgehaald te worden. Ik heb toch al gezegd dat ik dat helemaal niet erg vind? Maar ik wel. Oh! Ah! Ik ben mijn moeder wel, die is er zo. Dan gaan wij wel met hem naar de huisarts. Trimsalon, geitenmelk op een kinderboerderij. Okay, stop maar. Maar als je steeds nee zegt, dan vind je nooit een nieuwe baan. En je hebt geld nodig, toch? Je hebt toch een plan voor dat fietsenreparatie-ding? Kijk, we moeten eerst een locatie vinden. Ik dacht zelf aan de fietsenkelder. Maar we moeten natuurlijk ook investeren in gereedschap en materialen. Dus banden, plakspullen, een emmer en een plant. Super, we gaan het doen, oké? Deze heeft nieuwe remblokjes nodig. Deze heeft een kapotte trapper. En er is ook nog iemand met een lekke wang. Oké, remblokjes die heb ik sowieso. Kapotte trapper moet ik echt even gaan kijken voor je. Oké, alleen voor jou. Oké? Als jullie het niet erg vinden, moet je even oproepen, want ik moet verder. Oké, ik heb hem morgen voor je, ja? Oké. Doei. Wat moet dit voorstellen? Jackie, als er iets is wat jij me moet vertellen, moet je het nu doen. Dylan repareert alleen fietsen. En ik mag er niks over zeggen en me er niet meer bemoeien, dus kunnen we er alsjeblieft over ophouden nu? Goedness. Ik dacht dus altijd dat ik informatica wilde studeren, tot ik kunstmatige intelligentie ontdekte. Maar de laatste tijd ben ik dus ook heel erg geïnteresseerd in luchtvaart en ruimtevaarttechniek. Was je ook de test aan het doen? Nee, ik was gewoon wat mailtjes aan het doen en zo. Wat andere dingen. Maar gelukkig. Ik heb hem ook nog niet gedaan, dus dan kunnen we hem samen doen? Nee, ik kan niet. Ik moet gaan. Oh, jammer. Maar ik zou gewoon beginnen als ik jou was, oké? Zonder mij. Ik had die test nooit moeten maken. Waarom niet? Ik word geen rechter of chirurg. Of wetenschapper in de ruimtevaart. Maar wat kwam eruit dan? Horeca. Dat is helemaal niet erg. Ik vind dat wel bij je passen. Omdat ik niet slim genoeg ben om te studeren. Nee, omdat ik jou wel een eigen zaak zie openen of een restaurant. Jij vindt horeca natuurlijk helemaal niks. Ik snap gewoon niet waarom je erin zou willen werken. Als je ook iets kan studeren dat verder gaat dan eten en drinken serveren. Dus horeca gaat je niet diep genoeg? Nee, natuurlijk niet. Jij wel? Dylan. Ja? Wil jij ons iets vertellen over de uitslag van je test? Hey, ben je nieuw hier? Ja, eerste dag. En dan hebben we hier het kantoor van de conrector. Best wel heftig zeg, dat je zo halverwege het schooljaar naar een nieuwe school moet. Ja, best wel. Het was ook niet mijn eigen keus. Ah. Nou, ik ben Dylan in ieder geval. Sophie, vindt iemand het misschien leuk om zijn of haar gedicht voor te komen dragen? Dylan? Wil jij misschien? Ik? Ik vind dat je echt iets heel bijzonders hebt geschreven. Dylan de dichter? Laat hem het horen. Een leeg huis, maar mijn hart is vol. Je bent er toch, ondanks de ruis. Je zou er eens over moeten nadenken om mee te doen aan een poetry slam. Wat? Dat is een wedstrijd waarin zogeheten slammers hun werk voordragen aan een publiek. Het zijn allemaal jongens en meiden zoals jij. Creatief, associatief en eigenzinnig. Hey. Misschien is het helemaal niks, maar ik dacht, ja, ik laat het toch lezen. Want ik kan toch niet meer stoppen met schrijven. Misschien is het heel stom hoor, of simpel. Dit is helemaal niet dom. Dit is supergoed. Dit is krachtig, gevoelig, alles. Oké, Luc. Je hebt het flink te pakken, hè? Oh, je vindt het echt leuk. Ik wou dat het niet zo was. Vindt hij jou leuk, Sophie? Dat weet ik veel. Daar ben ik toch helemaal niet eens aan het denken. Hey. Oh. Hey. Het was echt heel erg goed, die rap. Vond je? Ja, echt knap. Je hebt echt talent, Dylan. Echt. Ik moet heel even gaan. Ja, tuurlijk. Je houdt je mond toch wel? Als jij zorgt dat het stopt,
Hoe dan? Volgens mij weet je dat wel. Je vindt dat ik het uit moet maken. Je houdt haar voor de gek. En jezelf ook. Hey, high five. We hebben het gewoon gedaan, hè? Alles is uitverkocht. Je bent zo dapper. Hoe eerder je het verdriet toelaat, hoe sneller je het een plekje kan geven. Waarom zou ik verdrietig moeten zijn? Omdat Dylan het heeft uitgemaakt. Dylan heeft het nog helemaal niet uitgemaakt. Hij was het alleen van plan. Laat me heel even met je praten, alsjeblieft. Dat hoeft niet, hoor. Het is me allemaal al helemaal duidelijk. Nee, niet alles. Echt niet. Je weet niet hoe hard ik mijn best heb gedaan om te zorgen dat jij je nu niet zo rot zou voelen. Door het aan iedereen te vertellen, behalve aan mij. Ik heb het niet aan iedereen verteld. Raar dan, toch? Dat iedereen het wel eerder wist dan ik. Ik heb het niet als eerste aan jou verteld, maar dat komt omdat ik het jou zo moeilijk vond. En ik maar denk dat ik moeite had met sociale dingen. Ah, ik kan niet meer nadenken, man. Het is net alsof ze mijn hoofd heeft overgenomen. Dat ze jouw hoofd heeft overgenomen, dat betekent niet dat ze ook verliefd op je is. Maar we kunnen het gewoon tussen ons houden. Niemand hoeft het te weten. Niemand hoeft wat te weten. Zo van elkaar houden. Dylan! Ik ben een speciale en getalenteerde leeg, maar verder niks. Ik ben niet verliefd op je. Als je dat denkt, moet je dat zo snel mogelijk uit je hoofd zetten. Wat leuk dat zij ook komt kijken. We gaan het niet doen. 2 minuten geleden was je nog de koe uit zelf. Over je moeder. Wie heeft het nou over zijn moeder? Tupac, Eminem, Ali B. Dood. Verdwenen. Schatten. Hey. Dat was echt supergoed. Ja? Zo leuk om te zien dat je nog steeds rapteksten schrijft. Ja, ik ben nogal geïnspireerd door iemand, hè? Het is toch wel echt een bijzondere school. Met bijzondere leerlingen, dat heb ik net ook weer gezien. Dankjewel. Als u wilt, moet jullie helaas vragen om nu te gaan. Jackie heeft haar rust nodig. Ik wacht op de gang. Ik zou naar huis gaan. Of naar school. Ik blijf. Hey, jij bent vroeg. Eindelijk even zonder al die mensen. Ja. Hoe is het met de school? Ja, laat zitten. Je moet je niet zo druk maken. Nee. Echt niet. Jij mag je alleen maar focussen op beter worden voorlopig, oké? Ik was echt zo blij toen ik je zag. Ik denk dat het goed is dat we dit hier achter ons gaan laten. Ja, ik bedoel niet opa, maar dat we een nieuw begin maken. Kan je het gewoon met Theo gaan wonen? Nee, ik ga met jou of ik ga niet. Maar ik zou het heel fijn vinden als je erover wil nadenken. Oké? Ik heb met Theo gepraat en hij is best wel een chille gast. En hij wil dat ik bij hem kon wonen, samen met mijn moeder. Dus ik dacht, misschien moet ik het maar doen. Ja, ik denk ook dat je het moet doen. Echt? Ja, dan heb je dat toch nog even meegemaakt hoe dat is in een gezin leven. Dus dan weet je hoe het moet voor als je later zelf gezin wordt.